Beste vrienden van Vliegerblad. In normale tijden, zonder corona, zouden wij na het vonnis van 6 november, het negatieve vonnis, u allen hebben bijeengeroepen in een grote vergadering waar we het vonnis toelichten, uw vragen proberen te beantwoorden, samen te kijken hoe gaan we verder naar de toekomst. Corona verhindert dit. Daarom hebben wij toch gemeend een korte video te moeten opnemen en een korte toelichting te geven. Het vonnis van 6 november is een grote ontgoocheling. Wat vroegen wij eigenlijk? Wij vroegen drie zaken. Wij zegden en wij stellen dat de RESA, de grote veiligheidszone, die is aangebracht achter de nieuwe tunnel, dat die onwettig is. Het gaat over 8100 vierkante meter. Ten tweede, dat de startbaan uitgebreid is en verlengd is. En de runway ook. We hebben toen, dat we dat hebben vastgesteld, we spreken over 2018, 2019, klacht neergelegd bij handhaving. Die hebben ons gelijk gegeven, dat is de bouwinspectie. Maar, gelet op het tijdsverloop, hebben wij toen gemeend, na overleg met iedereen, om de tegenpartij te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. In september 2019 werd die zaak ingeleid. Op 25 september 2020 is de zaak 4 uur lang gepleit door onze advocaten en door de advocaten van de tegenpartij. Op 25 september waren we zeer optimist, want de procureur, die onafhankelijk zijn oordeel over de inhoud van onze vordering en van onze eis van de dagvaarding moet geven, die zegde zowel mondeling als schriftelijk dat er inderdaad een illegale RESA van 8100 vierkante meter in agrarisch gebied is aangelegd. En die vorderde de veroordeling van de LOM en de LEM wegens de illegale en bouwovertredingen. De rechtbank heeft in haar vonnis echter al deze feiten, al deze aanklachten, als niet voldoende bewezen, afgewezen en een volledige vrijspraak gegeven. Het hoeft geen betoog dat we zeer ontgoocheld waren en zijn, zeker gelet op de vordering van de procureur zelf. Na overleg met onze advocaten, na goed na te denken, hebben we toch besloten om in hoger beroep te gaan. Hoger beroep dat eigenlijk vooral gemotiveerd is door het feit dat zowel wij zelf, in de tijd de burgerlijke partijen, daarna de inspectie en dan ook de procureur, telkens na dossierstudie zeggen, er zijn illegale bouwovertredingen gebeurd. De RESA is weliswaar verplicht, maar kan nog altijd perfect op het terrein van de luchthaven zelf aangelegd worden. Als we niet in hoger beroep gaan, dan zitten we eigenlijk, leggen we ons neer, en dat betekent in feite dat de illegale uitbreiding in landbouwgebied geregulariseerd wordt voor de toekomst. Met andere woorden, verlenging nooit tegen zijn statuten zelf moet zich dan neerleggen bij een illegale situatie. Wij wisten ook, en dat vergeten we soms, maar we hebben dat duidelijk gezegd, wij wisten ook dat deze match nooit zou eindigen in haar eerste aanleg. Nu staan we achter met 0-1. We hoopten op 1-0 voor ons, maar dan was het zeker zo dat de tegenpartij in hoger beroep was gegaan. Dat hadden wij ook toch moeten volgen. Daarom, we gaan ervoor, op advies van onze advocaten, na rijp beraad, na goede studie van het vonnis, en wij hopen dat u allen ons zult blijven steunen voor het volgende jaar. Dank u wel. Namens Vliegerplein. Beter?